zat in het Paradiso-debat, het begin van het culturele seizoen een aantal jaar geleden. En daar had ik een discussie met Mona Keizer. Ja. En ik had het over kunst en cultuur. En ik zei, ja, maar kunst en cultuur zorgt voor toch voor verdieping. Een andere kijk op het leven. Blablabla. Nou, het bekende verhaal wat de waarden van kunst en cultuur zijn. En toen zei Mona Keizer, zei, ja, maar dat vind jij. Maar ik loop hard. En daar vind ik al dat soort dingen bij. En ik word ook niet gesubsidieerd. Nou, de CDA gaat niet met Mona Keizer dus, voor de cultuur doen, heb ik gehoord. Dus toen dacht ik, ja, moet ik hier nou op antwoorden of spreekt dit voor zichzelf? Ik loop hard en dat wordt ook niet gesubsidieerd. Daar vind ik mijn genot in. Dat is Mona Keizer. Dus ik denk niet dat Mona Keizer. Ik denk ook wel dat andere CDA's denken van dat is zij doet het leuk op in een bepaald vlak. Maar dat is nou niet echt degene die de kar moet gaan trekken.